Zij heeft plastic been hier. Ze liep volledig voor en zijn been komt achter. Ik weet niet hoe dat doet. Utsiebaar. Hij prutsie. Utsiebaar. 75 jaar dat je na die jongens snot op. In de Utsiebaar. Straks gaan we naar de Utsiebaar, man. Oh, ik ben kapot, man. Ik ben echt moe. Welkom bij een nieuwe video. Ik ben helemaal naar de kloten, man. Hallo. Hallo. Ik ga vandaag gaan snowboarden. Zoals elke dag eigenlijk. Bye bye. Always. Elektrisch. Dada. Wat elektrisch. Always elektrisch. Het is de vierde, wat is dat, de vierde dag? De tijd gaat veel te snel, man. We gaan vandaag snowboarden. Ga je vandaag mee? Ik wil nog horen op mijn kop, hè. Het is nu 9:30. Ik heb nog geen kleren aan, maar ik ben moe. De video is opnieuw aan het renderen, want er was weer iets geclaimd, maar dat is nu oké. Vandaag gaan we naar Leo gaan. Daar is er een luchtkussel. En ik wil al lang eens achteruit salto proberen. Dus vandaag doe ik een backflip maar eentje. Een backflip? Dat is de achteruitse salto. Ah, ja. Oh, ik zou nu achter kunnen slapen tot 's middags. Maar we gaan snowboarden, want daar hebben we meer zin in. Dus ey, pool op! Vanavond, nadat we gehad hebben in het restaurant, pool op Utsiebaar met mijn oma. It's gonna be great, Utsiebaar. I see you tonight. Mijn mama is even geld aan het afhalen. Hey, hey. Allereerste dag dat ik kan gaan snowboarden zonder dat ik die stomme stok overal moet meenemen, want de GoPro staat niet daar. En dat het trickje daaraan is, je weet nooit of die goed staat, je weet nooit of je film nice is. Wat je met die stok niet hebt, want als je met die stok filmt, lijkt het is gewoon kut om niet te dragen, maar je beelden zo. Altijd sick, man. Nu deze hier. Ik hoop dat hij goed staat. Als hij niet goed staat, ja, dan is dat kut. Maar ik heb vandaag ook de speed app gedownload. Dus ik ga je stonden naar jullie snel dat ik hou. En ik denk dat ik op sommige momenten achter. Yo, die camera is toch helemaal naar de kloten, man. Het is oké, moet die. Je mag een nieuwe kopen voor mijn Blankbergen. Zie je dat metalen dingetje? Dat is zo een beetje los. En als mijn voet daarin steekt, als die niet goed zit, als die niet plat ligt tegen de zijkant, dan drukt dat zo tegen mijn voet. Daardoor is er gewoon een fucking duik in mijn bot. Ik denk als ik verder blijf snowboarden, dat ik daar enge blaar ga krijgen, maar... Als ik een beetje plakband vind, dan plak ik dat wel. Maar voor de rest, like, het doet pijn, maar het is niet dat ik zeg van, ah, ik ga niet meer snowboarden hierdoor. Er is hier echt bijna niemand meer. Dat is nice. Nog minder volk. Hey, pull op, we gaan nu echt helemaal naar de andere kant. Pull op. Beter doet mijn voet niet meer zoveel pijn straks. Ik was misschien toch een beetje te pussy, want het heeft fucking veel pijn. Maar we zijn binnen gaan in een café hier op de berg. Ik heb mijn schaar helemaal mijn bot kapot geknipt. En nu kan ik die niet meer aanspannen, maar het doet geen pijn meer. Let's go to a snowpark! Ik wist, was er niet eens zo lekker, man. Zoals ik zei, nu een blauwe piste die echt fucking lang is. Van helemaal de top van dit naar beneden. En dan nemen we nog een raar liftje naar Leogang. Maar zien jullie dit? De vision is kut, maar het is weer leuk aan het snel. Het is wel aan het snel, dus de pistes gaan er super goed bij. Hey, I'm hyped. En ik heb de ski light ding aangestoken, maar ik heb nog maar 15%. Want mijn iPhone, die batterij, ik weet niet wat dat is, maar ik denk dat gat in mijn batterij zit. Halve die 100 km per uur, man, easy. Even verder fucking vlogger, man. Ik ben er trots op. Ik weet niet of die camera goed staat. Ik hoop het. Ik heb net een paar dingen gefilmd. Dus ik hoop dat hij goed staat. Misschien nog een beetje naar beneden. Ja, fucking. Nou, we zijn er bijna. Is die camera scherp? Ik zie het zelf niet. Ik ben echt blind aan het worden. Maar misschien ben ik toch een beetje sneeuwblind, hoor. Ben ik opgeharmd? Semi, doe mijn voeten pijn. Ja. Hotel Trivago. Fuck, kut, harap, man. Acid Skogel. Ik heb hier mijn eigen lift, man. Acid Skogel, het derde snowpark van deze week. En volgens jullie de gekste. Ik weet niet hoe we nog een hekker snowpark kunnen vinden dan die gisteren, maar... I'm excited, man. I'm ready. De jump is er wel, het kussen ligt er niet. Ga ik daar een backflip proberen? Zeker niet. Ja, er is wel een snowpark, like, veel rails, gewoon rails. Ik ga proberen te filmen met dit ding. Ik weet niet of daar een nice uit gaat zien. Ik weet niet eens of dat ding recht staat of zo. Maar hij is aan het filmen, dus let's get it. Jammer dat dit kussen er niet lag, maar wat de fuck, je hebt fucking veel rails. Like, ik dacht dat het klein was, maar je hebt zo
1000 verschillende stukjes, maar allemaal verschillende rails. We gaan een beetje filmen en check deze lift. Wauw, dit zijn allemaal van die racingstoelen. Gekke lift, man. Lijkt een beetje op achtbaan of zo. Nee, zijn moet een mooie lift. Woe. Hey. Perk, what they do? Fucking nice snowpark, maar het probleem is, ja, ik zie haar fok. Dus bij die jumpjes, ik dacht wel, de jumpjes waren nice. En eerst ging ik in de lucht. Ik had niet eens door dat de jump al begonnen was. En eerst vloog ik in de lucht en dacht ik, oké. Okay. De rails zijn wel gek. Ik heb wel door deze 1000 keer moeilijker dan die vorige. Want het is kut dat het luchtkussen er niet hangt, maar ik denk omdat hij vakantie is, dat het ding daar niet ligt. Heel ziek, maar zien jullie dat? Ik bedoel, ja, nee. Ik kan het zelf niet tonen, de camera ziet het zelf ook niet. Heel nice snowpark, maat. Hard as fuck. En omdat je dan nog een keer gaan fuck ziet, like, je ziet de box en zo, en je ziet de jump pas als je er 2 meter achter bent. Dus het is heel moeilijk om dingen in te schatten en zo, maar. Het is tijd om een hapje te eten. Ik heb honger, man. Heb je ook een hongertje? Ja. Let's go, eat some food. Voor mij. Dankeschön. And we cried and we laughed and had a really, really, really good time. Take my hand, let's have a blast and remember this moment for the rest. In Blankenbergen eet ik niet 3 keer per dag warm, maar jullie zien niet waar ik als ontbijt eet, maar als ontbijt eet ik ook al. Redelijk veel, s'avonds ook als middags. Hey, but it's because I'm a professional snowboarder and I burn a lot of calories. Hey man, de muziek hier is goed, maar we zitten bij de way ook in de acids, bro. De take it. M&M, man. De gloop. Elke keer nadat ik iets eet, heb ik eigenlijk zin in een sigaret, maar. Ik neem ze ook niet mee, hoor. Maar het is leuk in de acids, bro, man. En lekker. It's been great. Ja, ik had misschien nog zin in het dessert. Ik denk dat ik een lintworm heb. Ik weeg, by the way, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn gewicht, ik weeg 62. Ik ben 1,86 meter. Snelste metabolisme van België, mijn poelop. Hey, we gaan weer snowboarden, ik heb er zin in. Acids, bro. Hey, acids. Het was echt op hoofd. Oeh, poepie. Heb je een beetje naar je zin, ja, deze skireis? Oké, het is toppie. Het is toppie, man. Hey, ze zijn nu in Leeuwgang, we gaan nu terug naar Stelbach, zeker? Gaat wel lang genoeg duren. Hey, let's go. Ik denk niet dat die ski-app werkt. Ik ging net fucking snel, er stond 75 km per uur. Wat de fuck? Daarom neem ik nu nog een liftje naar boven en ik ga helemaal naar boven. En ik ga helemaal van boven naar beneden en in. Zoef. En als er dan weer op staat 75 km, what the frick? Ja, ja. Dus ik ga gewoon naar boven en naar beneden en kijk hoe snel ik ga, man. Zo. We zijn nu nog altijd boven. Ik ga nu een warme CSML drinken, want ik heb geen zin in een bierie. Dan ga ik nog 1 keer proberen en als het niet sneller om moeder is hier weer met de selfie, man. Een heisse chocolade met zalenbikken. Maar waar is jouw hoofd? Dat hoeft niet. Nu staat alleen je voorhoofd erop. Ja. Wat is dit, moeder? Wat ben je aan het doen, man? Het ligt aan de app, denk ik. Ik ga nog 1 keer proberen, man. Ik ga gewoon een nieuwe app downloaden. Want die Snowlight, of dat die track Snow... Werkt niet, man. Werkt niet. Andere app. Straks gaan we naar de Etsy bar. Hey, thanks for the presents. What the fuck? Thank you for the presents. The fuck? Ja. Heeft Milka nu ook prinskoeken? Dat zijn prinskoeken van Milka. Ja, dat zijn geen prinskoeken. Jawel, dat zijn wel prinskoeken. Dat zijn kleine koekjes. Ah, wel, dat zijn prinskoeken. Hey, maar straks gaan we echt naar de Etsy bar. Dat moet, nee. Ja, tuurlijk, maar die video heeft bijna 20.000 likes. Maar alsjeblieft. We gaan daar gewoon alle 3 een bierie drinken, man. En ik weet niet waarom ik al zag, maar I'll make you guys hyped. Morgen, hele speciale dag, want morgen ga ik skiën. Hey, ik geloof het zelf ook niet, want ik kan niet skiën, maar it's gonna be great. Mijn mama kan wel skiën, dus ze moet me maar leren ofzo. Maar ik wil gewoon bewijzen aan jullie dat ik beter kan skiën dan Gio en ik heb nog nooit geskiet. Dus it's gonna be fucking nice! What? Ga je mee gaan zwemmen maar eentje? Waarom ben ik thuis? Oh, lach, mama. Dag, ja. Ze gaan niet lachen, maar je ziet er zo goed uit, poep. Wat? Is het visbuffet of niet? Het is van alles. Als er geen sushi is, dan gaan er doden van. Zie je hele sushi ook nooit. Maar wat is dit al? Wat zijn dit allemaal voor accusations, man? Laat me zien. Godverdomme. Doet die bril overal. Godverdomme. Oh. Oef. Zie jullie dit?
I really love mozzarella en de groen daar is pesto. Oef. Ik eet het niet geen. Oh, daar ga ik het wel op eten. Is er iemand van jullie dat crème brûlée niet zo lekker vindt? Ik kon een halvertje. Een halvertje, ik neem die daar wel graag over. Ja. Maar crème brûlée is mijn favoriete dessert. Instagram is down, Twitter is down, YouTube doet raar. Voilà de Etsy bar! Hey! Ik had ook niet gedacht dat dit ging gebeuren, maar het is tijd. Etsy bar! Live music! Yo! De Etsy bar! Wat een hekke deur. Het is open tot 3:30 maar eentje. Ja. De Etsy bar! Sweet Caroline! Wat is dit? Amaretto. Amaretto. Vind je leuk in de Etsy bar? Zeg je wat op steeds, hè? Maar je bent niet de oudste. Dat was zo definitief. Ik heb zo'n oude rimpels. Wil jij geen rimpels, maar eentje? Ik heb een andere bijhand. Dat was een Ah, ik moet die video nog editen, snap je? Maar eentje wil blijven tot 3:30 Ja, we komen morgen terug, hè? Ja, ja. Morgen opnieuw uitziebaar. Onze kamer is daar, dus het was gezellig, man. Je mag daar binnen roken en zo. Jammer dat ik gestopt ben met roken. It's sad. Het was leuk in de uitziebaar, man. Thanks for joining me to the uitziebaar. It's been great. Thanks for watching. Nu moet ik deze video nog editen. That's gonna be a whole lot of work. Ga je nog niet slapen? Ben ik hier. Oef. We gaan misschien nog naar de Etsy bar. Het is toch nog open tot 3:30. Who knows? It's been a great video. Thanks for watching. My name is Nathan Fijn Against. Bye!